probeert het wel, maar het lukt het niet. Dit was de, zijn nog bezig met de eerste dag van de Zuiderparkdagen. De Zuiderparkdagen staan in het teken van Charlo's 550. En ja, dat loopt 2 dagen door. Daar gaan we morgen wat extra aandacht aan besteden. Maar vandaag hadden we een onderdeel in het totale programma. Wat door Tos thuis op straat werd georganiseerd. En dat stond weer in het teken van Wereld Natuurfonds. De meesten zullen het weten, Wereld Natuurfonds, 50 jaar heeft bestaan. Vandaar dat we er toch wat extra aandacht aan wilden besteden. Misschien kan de man die naast me staat iets meer vertellen over de invulling van vandaag. En dan doen we nog iets, een aardige gesture. Dankjewel. Het Wereld Natuurfonds bestaat dit jaar 50 jaar. En vandaar dat er dit jaar allerlei festiviteiten zijn rondom het Wereld Natuurfonds. Zoals u zult weten is de panda het logo van het Wereld Natuurfonds. Dus vandaag hebben we allerlei spellen voor kinderen bedacht die met de panda te maken hebben. Bamboespel, panda zit in het water, dus hebben we aqua-rellen. We hebben een laserkamer waarin kinderen de panda tegen de stropers moesten beschermen. En op die manier proberen wij de aandacht te vestigen op het Wereld Natuurfonds en wat wij doen om de aarde door te geven aan de volgende generatie.